Voorzitter, tijdens de verkiezingscampagne heb ik gepleit voor meer boerenverstand in de Kamer. Alleen als je zelf boer bent, komt zo'n boodschap natuurlijk pas echt geloofwaardig over. En ik ben blij om te kunnen zeggen dat er bij mij daar ook echt sprake van is. Dat zat er overigens eigenlijk al op hele jonge leeftijd al in. Het was de tijd, begin jaren 60, dat de melkbussen nog aan de kant van de weg stonden en in een periode dat bijna iedere buurman ook nog boer was. De tijd van de gemengde bedrijven en iedereen nog een moestuin bezat. Mijn wil om boer te worden was groot, maar als jongste van 4 kinderen moest nog maar blijken of het ook mogelijk zou kunnen zijn om het bedrijf over te nemen. Uiteindelijk verkeerde ik in de gelukkige omstandigheid dat er inderdaad dat er sprake van was en dat dat kon. Mijn vrouw en ik hebben met hart en ziel geknokt om het bedrijf te kunnen behouden en verder te ontwikkelen. Altijd in de wetenschap dat je daarbij rekening dient te houden met de nieuwe eisen destijds. Arbeidsvreugde en de wens om het bedrijf op een goede manier door te kunnen geven aan een nieuwe generatie vormden daarbij altijd een grote drijfveer. Wil je als ondernemer overleven, dan zul je in staat moeten zijn om je aan te passen. Niemand zal dat natuurlijk ontkennen, maar het is dan wel belangrijk om enigszins te kunnen weten in welke richting en met welk tempo. Daarbij kan, nee, moet de politiek behulpzaam zijn. Maar de laatste jaren merk ik echter dat die steun bijna geheel achterwege is gebleven. Mijn politieke ambities hebben al alles hiermee te maken, hebben hier alles mee van doen. En de ruim 21.500 stemmen die ik heb vergaard, zie ik als een sterke aanmoediging, maar ook als een morele verplichting om ervoor te zorgen dat de agrarische sector weer de erkenning en waardering krijgt die het verdient. Daar hoort bijvoorbeeld ook een ministerie van Landbouw bij. Daarnaast lijkt er een kloof te zijn ontstaan tussen stad en platteland. Inzet moet zijn om deze te dichten. En daar hoort bij dat de Kamer minder randstedelijk gaat denken. Vandaag mag ik voor het eerst sinds mijn verblijf op het Binnenhof bewijzen dat mijn aanwezigheid en inbreng aan mijn eigen oproep een bijdrage kan leveren. Vertaald naar het agendaonderwerp van vandaag leidt dit bij mij tot een aantal afwegingen en bevindingen. Voorzitter, in de ogen van mijn partij heeft een bedrijf zelf de verantwoordelijkheid om gezondheidseffecten voor werknemers en omgeving te voorkomen en de overheid de verantwoordelijkheid om de veiligheid te borgen. Het is duidelijk dat al jaren voordat de productie stopgezet werd bij het bedrijf DuPont bekend was dat de stof PFOA, oftewel C8, mogelijk negatieve effecten zou hebben op de gezondheid van mens en dier. Tot 2012 is de stof gebruikt in de fabriek in Dordrecht. Langdurig zijn de omwonenden bij de fabriek blootgesteld aan voor de gezondheid risicovolle hoge waarden van C8 in de lucht. En nog steeds zijn er omwonenden met verhoogde waarden van C8 in hun bloed. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Het CDA staat daarom achter de omwonenden en hun claim. Ook moeten alle omwonenden geholpen en ondersteund worden bij extra medisch onderzoek als daar bij hen behoefte voor bestaat. Wordt hiervoor gezorgd, zo vraag ik de staatssecretaris. En voorzitter, ook moeten we ons nationaal en internationaal achter de oren krabben of de toelating wel voldoende grondig is geweest en of het proces van evaluaties dat er op dit moment is, voldoende is. Kan de staatssecretaris erop reflecteren of de goedkeuring destijds van de stof C8 deugdelijk is geweest? En is het op dit moment in het Europese toelatingsproces en nieuwe evaluaties daarin van eerder toegelaten stoffen mogelijk negatieve effecten van stoffen in beeld te krijgen en daar beleid op te maken? Verder stel ik vast dat er nog onderzoeken lopen. Wanneer wordt bijvoorbeeld het diepgaand onderzoek van de minister van Sociale Zaken naar de Kamer gestuurd? Had dit er al niet moeten zijn? Het CDA vindt het overigens een hele goede zaak dat het RIVM betrokken is bij de stofevaluatie van de Gen X-stoffen. We willen daarbij het RIVM op het hart drukken om hier zoveel als mogelijk snelheid bij te betrachten. Gezien wat eerder gebeurd is, begrijp ik heel goed de bezorgdheid over deze nieuwe techniek en stoffen die daarbij vrij kunnen komen. De initiatieven die het waterschap ontplooit zijn vanuit dit gezichtspunt heel goed voorstelbaar.
Daarbij wil ik naar voren brengen dat het voor mij onmogelijk is om te kunnen beoordelen wat vanuit wetenschappelijk oogpunt een veilige grenswaarde is. Wel wil ik graag weten of deze grenswaarde in drinkwater ook wordt meegenomen in de Europese evaluatie. Tot slot nog twee vragen, voorzitter. Volgens mij is mijn tijd al overschreden met een minuut. Is er nu een importverbod van producten met C8 in de Europese Unie? En tot slot, hoe staat het met de besprekingen van C8 in het kader van de Stockholm-conventie? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Hartelijk dank. En ook u alvast van harte gefeliciteerd met uw medespeech. Dank u wel.